bedankt u hartelijk en ik nodig u uit voor een informeel gedeelte waarbij u een hapje en een drankje van ons maakt. Bij het katheder graag, bij het katheder. Oké. Achter het katheder staat het staan. Ja, even hier nog. Blijf mee. Ja, het was goed zo, het was goed zo. Het was goed zo. Ja, maar niet daar. Presentatie hier staat achter het katheder. Waar moet ik staan? Als je hier staat, bij die microfoon. Maar dan moet je dit niet weghalen. Daarvoor was ik bang. Zo, mijn mensen, ik heb begrepen dat jullie nog wat vragen, informatie nodig hebben, maar nogmaals, de jaardag van de partij. We gaan zeker de informatie geven, want hierna gaan we naar ons partijcentrum. Een soortgelijke activiteit hebben we ook daar, maar nu voor onze partijstructuren en partijgenoten. Okay? Heeft u de faciliteiten van ex-president Desi Bouterszaal ingetrokken nu hij voortvluchtig is? Ja, kijk, er zijn heel wat dingen die plaatsvinden. Waar wij een proces hebben ingezet om te zorgen dat voor wat betreft de zaken die te maken hebben met gewezen presidenten en die geregeld zijn bij regelgeving. En vooral in een situatie zoals in het geval van de gewezen president Bouterszen, waarbij dan ook die voorzieningen die hij heeft teruggetrokken zal moeten worden. Dat proces is ingezet, al gelijktijdig. Het is al van tevoren voorbereid. Gelijktijdig met de inwerking treden van de fase van detentie. En dat wordt allemaal gecoördineerd van het kabinet van de president door de directeur Moensi. En de meeste goederen zijn al ingeleverd. Was echt de wet niet dat alleen de passieve en de actieve kieswet of kiesrecht wordt ingetrokken bij een veroordeelde? Ja, kijk, de rechter, het is niet altijd automatisch. De rechter kan ook bij het uitspreken van het vonnis ook bijkomende straffen opleggen. En die bijkomende straf heb ik niet gehoord. Dus wat dat betreft denk ik dat hij geen andere straffen gehad heeft dan die straf die we gehoord hebben tijdens de laatste hofzitting. En voor de rest zijn er voor wat betreft invullen van functies. Zeker voor president, vicepresident, bepaalde hoge functies zijn er wel wettelijke regelingen die vastgelegd zijn in de grondwet. Of andere aanverwante regelingen die zullen van toepassing zijn bij zo'n geval. Hoe kijkt u tegen het feit aan dat meneer Bouterszen zich niet heeft aangemeld? Wij gaan ervan uit dat we nog steeds leven in de rechtsstaat. Dat hebben we laten zien door ook de onafhankelijke rechterlijke macht te respecteren. Die onafhankelijkheid ook te garanderen. Door de uitspraken van de rechterlijke macht ook altijd uit te voeren. Dus wat dat betreft verwachten wij ook als regering. Namelijk dat hij zich onderwerpt aan de uitspraak van de rechterlijke macht. En conform de instructie van de procureur-generaal zal moeten handelen. Er is nog geen opsporing. Dat is een aangelegenheid van de procureur-generaal, maar ik heb de overtuiging dat de procureur-generaal met de case bezig is. En laten we even afwachten. Ik ga ervan uit dat de opsporing al is ingezet. Dat is geen aangelegenheid van de regering. Dat doet de procureur-generaal. En we gaan ook ervan uit dat de procureur-generaal conform wet en recht ook zal bekendmaken wanneer de opsporing publiekelijk zal plaatsvinden. Kijk nog steeds naar een manier als president om een situatie te creëren waarbij de maatschappelijke rust gegarandeerd zal worden? Kijk, we hebben altijd als regering ook gezegd, namelijk, ik heb het ook persoonlijk gezegd, dat het vonnis een belangrijk vonnis is voor de rechtsstaat Suriname. Maar het is niet een finale stap. Het is ook een begin, namelijk
voor het helingsproces. En daar kijken we ook uit naar initiatieven vanuit de samenleving. Maar ik kan best begrijpen dat de samenleving ook een beetje boos gaat worden. Dat alle betrokken personen die ook een beetje goed willen hebben om te werken naar het helingsproces. Dat als een ieder naar het proces wil kijken, één persoon kijkt er niet naar. Één persoon doet datgene wat de persoon denkt dat hij moet doen. Dat namelijk ook er een stukje, laat mij zeggen, minder bereidwilligheid zal zijn. Dus alle partijen moeten in ieder geval betrokken zijn. Alle partijen moeten hun medewerking verlenen. En dat, in dat geval is het ook bijzonder belangrijk dat ook de veroordeelden zich houden aan de rechtsstaatprincipes en het vonnis dat is uitgesproken. U zegt het recht. De faciliteit. Er is een traject ingezet vanuit het Openbaar Ministerie. Niet de president is bevoegd om te beslissen wie welke faciliteit moet gaan zitten. Het is de procureur-generaal, het is de minister van Justitie en Politie. Natuurlijk wordt er altijd afgestemd, omdat er issues zijn die te maken hebben ook met een stukje verantwoordelijkheid, ook van de regering. Als het gaat om veiligheid van personen, op het moment dat iemand in detentie gaat, dan valt hij onder staatstoezicht. Dan moet de staat ook garanderen dat volledige veiligheid ook gegarandeerd is. En tegen die achtergrond vindt er wel afstemming plaats. Een laatste vraag, president. Heeft meneer Bouters amnestie of niet? Er zijn heel wat juridische meningen. Wij gaan ervan uit wat de rechter zegt. Dat is ons principe van onze rechtsstaat, onze democratische rechtsstaat, van de onafhankelijke rechtspraak. Dat de rechter recht heeft gesproken. En als de rechter recht heeft gesproken, dan moeten we ons voorlopig daaraan houden. En de rechter heeft duidelijk gezegd, namelijk ook op basis van de uitspraak van het constitutioneel hof, namelijk dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet, amnestiewet in strijd is met internationale verdragen. En dat de amnestiewet in ieder geval op dit moment buiten werking is gesteld. Dat het functioneert, dus die amnestiewet bestaat niet. En aan de andere kant denk ik dat het goed is om ook te checken bij de Nationale Assemblee. Want als ik me niet vergis, is ook die amnestiewet in het parlement ingetrokken. Is de opdracht die hij heeft achtergelaten om te gaan voor maximale verkiezingswinst? Ik weet niet welke opdracht hij heeft achtergelaten. Ik kijk naar de Surinaamse samenleving. Laat de partij waar hij leiding aangeeft en hopelijk nog steeds beslissen. Maar wij kijken naar het land Suriname. In het land Suriname zijn veel meer dingen die gebeuren. Wij moeten ervoor zorg dragen. Namelijk dat het land vooruit gaat, de samenleving vooruit gaat. Wij geven leiding op dit moment aan de ontwikkeling van het land. Ik ben president op dit moment samen met andere leiders van ABOP en PL. Zorg ervoor dat het land uit de diepe crisis gehaald wordt. Vandaag is een bijzondere dag, een mijlpaal voor de partij VHP. En we hebben net gehoord, de record van de partij. Dat de partij is die constant gaat voor het brengen van ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling, maar ook zorg dragen dat die democratische rechtsstaat overeind blijft. Tegelijkertijd zorg dragen dat de democratie verder uitgebouwd wordt. Zorg dragen dat de economische ontwikkeling komt. Zorg dat die internationale samenwerking er is. Zorg dragen dat er ondernemers hier de ruimte krijgen op basis van een vrije markteconomie om te gaan ondernemen. Zorg dragen namelijk dat de crisis die er is, en dat hebben we afgelopen 75 jaar ook gedaan, dat doen we nu ook, op een duurzame wijze aangepakt wordt, opgelost wordt. En dat hebben we afgelopen 3 jaar laten zien, dat we het weer hebben kunnen doen. En nu is het tijd om te gaan groeien. En natuurlijk is die 25 mei daar waar alle politieke partijen een strijd gaan leveren. En het ligt aan het volk om een goede analyse te maken van alle problemen, de situatie. Het ligt aan het volk om een goede beoordeling te plegen. Het ligt aan ons als politieke organisatie, zeker mijn politieke partij. En zeker ik als president ga ook verantwoording afleggen op 25 mei, zodat het volk goede beslissingen kan nemen. Maar we gaan het inderdaad doen door aan te geven wat we hebben aangetroffen, wat we gedaan hebben, wat die uitdagingen zijn, wat de toekomstmogelijkheden, de kansen zijn. En wel een beroep op het volk doen. Het volk heeft zware offers gebracht, hele zware offers. Laat die offers niet te vergeefs zijn gebracht. Laat die offers zijn gebracht waaruit u vooruit moet komen, u volgende generatie moet vooruitkomen en zet en plaats het land onder goed bestuur. Plaats het land onder leiders wie je behoorlijk kan vertrouwen. Plaats het land onder leiders die verantwoordelijkheid durven te nemen. Plaats het land onder leiders die een betere toekomst voor jullie en jullie kindskinderen kunnen garanderen. En de record ligt daar, de geschiedenis ligt daar. En dat samenleven een goede
beslissing moet nemen op basis van die record, maar ook op basis van wat wij als regering gaan achterlaten op 25 mei 2025. En ik heb de overtuiging dat we iets goeds gaan achterlaten. Dat we een stabiele basis gaan achterlaten. Een goede stabiele basis voor verdere ontwikkeling van onze agrarische sector, van onze toerisme sector, van onze oil en gas. En dat zijn de uitdagingen, dat we een prachtig land kunnen zijn met een goed inkomen voor ieder. Maar nogmaals, we moesten door die zware crisis heen. En ja, thank God, zijn we eruit. President. Over waar meneer Bouters precies zou moeten zijn. Ze zeggen Venezuela, ze zeggen Cuba. Wat hebben de inlichtingen u doorgegeven? De inlichtingendiensten zijn bezig. Die staan constant in contact met de procureur-generaal. Nogmaals, de president is president van het land. Hij is voorstander van dat de rechtsstaat moet functioneren. Hij is voorstander van namelijk dat ook het vonnis uitgevoerd zal moeten worden. En nogmaals, de procureur-generaal is een lid voor wat betreft de opsporing. En uiteraard de werkarmen van de overheid zijn enerzijds de werkarmen van de procureur-generaal. Maar ze zijn ook namelijk organen die behoren van de staat waar de regering een stukje beleids en politieke verantwoordelijkheid heeft. En tegen die achtergrond vindt er periodiek afstemming plaats. En ik ga ervan uit dat alle inlicht- en veiligheidsdiensten bezig zijn om na te gaan. U zegt recht. Gisteren vanochtend dat opsporing inmiddels al gestart is. Hoe ziet zo'n traject eruit? Dat zou echt met de procureur-generaal moeten gaan afstemmen. Maar ik ga ervan uit dat het een regulier traject is, waarbij personen conform wet en recht zich moeten aanmelden. En als dat niet gebeurd is, dan zal de procureur-generaal opsporingsinstructies geven, nationaal. En ik denk dat als dat niet lukt, dat er op een gegeven moment ook internationaal gaat gebeuren. Is de NDP uitgesloten voor samenwerkingen nu dat ze zeggen dat ze zich niet houden aan het vonnis dat is uitgesproken? Ik weet niet waarom jullie... Vandaag is de jaardag van de VHP, hoor. Dus wij focussen niet op de NDP, we focussen op de VHP. En ik heb de overtuiging dat we bij de eerste verkiezing na de oprichting van de VHP 6 zetels hebben gehaald. En vandaag halen we 20 zetels. Dus je ziet welke richting we opgaan. We gaan naar een verkiezing waar wij als partij maximum zullen inzetten en maximale strijd zullen leveren. Dat we in ieder geval een zodanig meerderheid krijgen. Dat we met meer mandaat en meer gezag en met meer effectiviteit dit land kunnen ontwikkelen. Oké? Okay? De president van de Republiek Suriname. Van de telefoon. Hi. What's up, store? I'm going to